Oké. Kom op, Naga. Je moet ook echt de kop raken volgens mij. Dat is zo schrikkelijk. Leuk dat je kijkt naar alweer de derde aflevering van Trials of Magic, de nieuwe survival modpack serie hier op Edeldier. Als jij nou ook je eigen fanart wilt terugzien in een van de afleveringen, stuur het dan op. In de beschrijving staat precies hoe je dat kan doen en geniet van deze nieuwe aflevering. Hij wordt super tof, jongens. Let's go! Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Thaldi. En vandaag ben ik weer terug met een spiksplinternieuwe Trials of Magic. En vandaag is het weer een hele mooie dag hier in de server. En jongens, vorige keer heb ik natuurlijk een drakenei gevonden. En dus heel goed nieuws, want hij is uitgekomen. Dit is mijn mooie draakje. Mijn draakje Morgoth. En vliegt super chill. Het is echt super fijn. En ondertussen is er ook al heel veel gebeurd. Laura is al bezig met haar eigen nieuwe huis op te bouwen. In het magische bos natuurlijk. Nou, we weten dat we hebben Alice teruggevonden gelukkig. Die is ook bezig met haar eigen huisje weer opbouwen. En haar eigen magie weer terug krijgen. Door alle spulletjes weer terug te maken die ze nodig heeft. Ik ben samen met Damien in de Twilight gaan wonen. En ja, voor de rest hebben we nog niemand teruggevonden. Maar in ieder geval hebben wij al wel een groot begin gemaakt hier in de Twilight. En ja, laten we even rondkijken. Even kijken of we Damien kunnen vinden ergens. Oh, hier is die. Hallo. Oh, hey. Hey, Oh, jij bent alweer terug bezig in de tuin. We hebben het voedsel nodig. Ja, dat sowieso. Ik bedoel, jij vergeet het steeds. Nee. Ik heb echt super veel brood bij de laatste keer. Van een van mijn avonturen had ik veel hooi meegenomen. Ik heb trouwens voor jou, ik weet niet of het beter is dan wat je nu hebt, maar het is in ieder geval heel mooi. Mooie blauwe schoentjes. Blauwe schoentjes. Yes. Kijken. Nou, het is niet veel beter, maar zeker blauwe schoentjes. Blauwe mooie schoentjes. En ik wilde vandaag eigenlijk ook een beetje op avontuur gaan hier in de Twilight. Maar eerst, we zijn al best wel ver met ons huis natuurlijk. Ja, klopt. Druk bezig geweest. Ik probeer binnen te springen. Bijna de opslag af nu. Onze kamer komt hier. Niet al te groot, maar hier kunnen we in ieder geval bedden gaan neerzetten. En jouw keuken natuurlijk hier zo naast. Dat was wel heel tof, denk ik. En ik ben, als we dit af hebben, dan wil ik dus aan die boom beginnen. En daar nog wat kamers en alles in maken die we nodig hebben. Dat lijkt me wel tof. En dan hebben we ook een mooi uitzichtpunt. Ik weet niet. Mooi uitzichtpunt, torentje inderdaad. Ik vind ook wel een heel mooi punt om vanaf te glijden. Ja, dat precies. Ik moet nog steeds een hangglider voor mezelf hebben. Maar we hebben niet echt veel leer. Ja, jij hebt een draak. Dat scheelt al. Ja, maar dat is niet in deze wereld. Dus ik kan hier niet zoveel met mijn draak. Maar ik had wel dus deze map. En er zijn twee locaties met een naga. En ik wilde die eigenlijk gaan verslaan vandaag. Ja, dat lijkt me wel stemmig. Ik heb iets voor jou, wat we zo meteen drinken voordat we gaan vechten. Neem maar eens een slokje, dan zie je wat het doet. Eén slokje. Niet helemaal leeg drinken. Als het goed is, heb je nu heel veel hartjes. Nee. Wat? Er staan nog een aantal hartjes. Dus er staan geen gouden hartjes boven jou. Wat? Even kijken, dan drink ik. Oh, what the fuck? What the fuck? Ik ben een wolf. Oké. Dat is apart. De vorige keer dat ik dit dronk, kreeg ik allemaal lekker zwemmen naar de overkant. Oké, we moeten goed oppassen. Ik wil echt het voordeel van een kleider. Die Naga die kan natuurlijk superveel dingen kapot maken, zometeen. En wij kunnen dit keer niet vliegen. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat het best wel lastig gaat worden. Maar we hebben de golden apples. Ja. Is dat handig om al een golden apple op te eten als we het gevecht ingaan of niet? Ja, ik weet niet hoe sterk die is. De Naga. Ja, ik heb ook geen idee hoe die sterk die nu is. Ik ga even toch nog proberen. Oh. Wat? Dat vond ik heel eng. Dit zijn echt lucky blocks, hè? Ja. Ik merk het. Ik hoopte dat ik nou misschien in één keer de goede zou krijgen, maar ik durf het niet. Dadelijk gaan we in één keer dood. Ik ga in ieder geval even dit doen.
Ik kan er zo overheen springen. Oh, hij is er. Hij is er. Oké, dan... Apple. Zullen we gaan? Apple, denk ik. Apple, ja. Oké, let's go. Oh, damn. Oké. Kom op, Naga. Je moet ook echt de kop raken, volgens mij. Dat is zo schrikkelijk. Nou, maar we gaan dit wel makkelijk halen. Oh. Wie doodt hem als eerste? Ik heb hem, denk ik wel. Goed zo. Yes, Naga Hunter, Spinring Skill. Oké. Zo, dit halen we makkelijk, joh. Ja, precies. Maar dat betekent wel dat we de achievement hebben nu. En nee, krijg je... de achievement, ik niet. Ja, nee, maar zometeen heb jij hem nog, natuurlijk ook. Oké, Naga. Don't flee. Oké. Oké, we hebben het best al. We zijn al de helft. Even, we moeten goed opletten natuurlijk dat ik nu op tijd stop. Oké. Ik zou zeggen, pak hem. Ik ga even weg. Als die meewerkt. In for the head. Oké, nice. We hebben de achievements. Kan jij de skills aan mij geven? De Naga skills? Ja, absoluut. Dan kunnen we kijken of we een beetje armor daarvan kunnen maken straks. Want we hebben er niet superveel. Maar we kunnen daar wel een paar stukjes armor, denk ik, van maken. En we hebben in ieder geval dus nu een hoofd. En twee Naga's trophies. Trophies, ja. Dus die kunnen we zo meteen een mooie plek geven. Laten we even teruggaan naar ons huis en dan gaan we daar even een mooie plek voor zoeken. Zo, we zijn weer thuis. Laten we even een toffe plek opzoeken voor onze Naga's. Ik denk dat we die in ons wat de kamer moet worden. Maken we gewoon een soort trophy wall of zo. Ik denk dat het hier wel kan. Doen we gewoon de Naga's naast elkaar. Zo, en dan gaan we gewoon steeds een stukje hoger. uiteindelijk hebben we ze straks wel weer nodig. Maar dan hebben we hier gewoon de Wall of Fame. Die we hier kunnen gebruiken. De Wall of Twilight. De Wall of Twilight. En ik heb ook gas op dit. Ja, ik zag het. R2-D2 is in de house. Yes, dus het wordt een huis. Maar dit wordt ook de aflevering van vandaag, jongens. Dus hopelijk vonden jullie het weer een leuke video. Als het zo is, vergeet dan niet eventjes een duimpje omhoog te knallen. Abonneer zeker ook eventjes op Edeldier. En dan zien we jullie volgende keer hopelijk weer terug bij een nieuwe Trials of Magic. Tot dan. Dan kom ik wel even, want ik neem aan dat er wel bier is. Ja, als het goed is heb ik daar bericht over gekregen, over de bier en alles. Dus dit is als het goed is bij de opening meteen te leveren. Oké, dat is mooi. Nee, dan kom ik binnenkort wel even langs. Oké, nou ja, tot ziens dan. Tot ziens.